allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit cola flesje moet maken met een rainbow loom. En ik heb hem zelf ontworpen en daarom staat er ook een copyright op deze video. Wat ik voor dit cola flesje heb gebruikt zijn 34 donkerbruin, 14 rood en dit rode hout in. Je kent vast het originele Coca-Cola flesje wel en daar zit zo'n rode sticker om het flesje heen met witte letters Coca-Cola. En ik heb hier ook zo'n sticker gemaakt, gewoon met rood. En je hebt daar 14 voor nodig en je hebt ook nog 3 doorzichtig nodig of wit en je kunt het ook gewoon bruin doen. Want dan heb je hier zo'n mooi soort, ja, het lijkt een beetje op zo'n topje van een flesje. Zorg dat je loom zo is opgesteld, zodat de middelste rij iets uitsteekt ten opzichte van de andere rijen. En de pijl wijst van je af. We beginnen met 2 donkerbruine bandjes. Van de middelste pion naar links. En ook met 2 donkerbruine bandjes van het middelste pion naar rechts. We gaan telkens 2 bandjes tegelijk gebruiken. Nu gaan we links 2 keer naar boven met 2 bandjes tegelijk. Zo, en in het midden doen we hetzelfde. En ook aan de rechterkant gaan we 2 keer omhoog. Ja, of naar voren. Ik vind het, ja, het is beter hetzelfde. Zo, en dit is 2. Nu gaan we aan alle kanten met 2 rode bandjes 2 keer omhoog. We beginnen links. Dus 1 keer. 2 keer. In het midden doen we dat ook. 1. En 2. En als laatste doen we het rechts. 1. 2. Nu pak je 2 donkerbruine bandjes. Dan gaan we links 1 keer omhoog. En in het midden gaan we 1 en 2 keer omhoog. En rechts gaan we 1 keer omhoog. Ja. Nu pak je 2 donkerbruine bandjes. Ga je van deze linker pion ga je zo schuin naar het midden. En aan de rechterkant doen we dat ook. Goed hier. Ga je zo schuin naar het midden, zodat je het dicht hebt gemaakt. Nu gaan we dubbel gevouwen elastiekjes doen. Dus we beginnen met 1 bruine. Pak je hem, draai je hem en doe hem terug op je vingers. Zodat je die elastiekjes dubbel gevouwen. Doen we van deze middelste pion 1 keer naar voren. Nu vouwen we nog een elastiekje dubbel. Pak hem, draait hem een slag terug op je vingers. En die plaatsen we ook hier naar voren. Doen we het nog 1 keer met donkerbruin. Pak hem. Draai een slag terug op je vingers. En nu pakken we doorzichtig. Dit wordt een beetje onduidelijk, maar pak hem. Draai een slag terug op je vingers. Gewoon hetzelfde. Plaatsen we hier naar voren. En nog een keer. Pak een doorzichtig elastiekje, druk hem uit, draai hem een slag en terug op je vingers. En ga hier naar voren. Nu pakken we nog 1 doorzichtig bandje. Doen we hier 4 keer omheen. Dus het is 1, draai hem een slag, erop is 2, draai hem een slag, erop is 3. En als laatste draai hem een slag en erop is 4. We gaan nu nog driehoekige elastiekjes plaatsen en daarvoor pakken we eerst 1 donkerbruine. Ja, ik moest even nadenken, want ik eerst even niet goed wist welke. Ik begin op deze pion, dan naar deze pion, dan naar deze pion. We maken een omgekeerd driehoek, alleen we strekken hem uit
draai hem en plaats hem terug op deze drie pinnen. Zodat het een dubbelgevouwen elastiekje als een driehoek erop zit. Dan gaan we het daaronder doen met rood. En je kunt hem ook, er is ook een andere manier, rek hem uit. Draai een slag terug op je vingers en zet hem er dan in een driehoek op. Maar ik vind de methode wat ik bij de eerste bruin heb gebruikt iets makkelijker. Dus ik ga die gebruiken. Pak hem op. Een rood bandje zetten we zo en dan zo en dan op deze pion. Strek hem, draai hem en plaats hem er terug op de pinnen. En als laatste nog één keer met donkerbruin. Strekken we hem, draaien we hem en terug op de terug op deze drie pionnen. Nu gaan we hem omdraaien zodat de pijl naar je toe wijst. Naar het begin. Duwen we de capend van 4 ringetjes naar achter. Pak dan een dubbelgevouwen elastiekje. Het zijn 2 elastiekjes. Ja, het lijken 2 elastiekjes, maar het is een dubbelgevouwen elastiekje. Die brengen we naar voren. Pak hier het dubbelgevouwen elastiekje over de pion heen. Naar voren. Die zit een beetje strak. Ik ga daarom ook een metalen hamer gebruiken, omdat we het hier hebben gedraaid en zo. Het kan een beetje strak zitten. En hier kan het ook strak zitten. Steek hierin. Pak het donkerbruin elastiekje. Ga naar voren. Pakken we over de pion heen. Naar voren. Pakken over de pion heen. Naar voren. We gaan hier de 2 donkerbruine. Steek hierin. Pakken de 2 bovenste elastiekjes. Ja, zorg even dat je alleen de bovenste 2 hebt. Is gelukt en die gaat bij mij naar links, dus die breng ik ook naar links. Pak nu de volgende 2 die bovenaan zitten. Die gaat bij mij naar rechts, dus die breng ik dan naar rechts. En de laatste gaan naar voren. Nu gaan we duwen links dit naar achteren. Pakken de onderste 2. Gaan over het pion heen. Ja, haken naar voren. Duw alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen. Naar voren, alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen, naar voren. Duw alles naar achteren, pak de onderste 2, over de pion heen, naar voren. Ja. Duw alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen, naar voren. Gaan we hier weer terug. En nu gaan we de middelste rij haken. Daar hoeven we niks naar achter te duwen. Dus we kunnen gewoon telkens de 2 bovenste elastiekjes pakken en naar voren brengen. Ja, de enige 2 elastiekjes hoeven we eigenlijk te pakken. Die brengen we dan over de pion heen. De volgende. Zo, en dit is de laatste. Gaan we hier weer terug, gaan we nu de rechterrij haken. Doen we deze bandjes naar achteren. Pakken de onderste 2 over de pion heen. Naar voren. Hier zit alles een beetje los. Ik zet het mooi netjes terug op deze pion. Hier duwen we alles naar achteren. Pakken de onderste 2 over de pion heen. Naar voren. Alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen, naar voren. Alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen, naar voren. Alles naar achteren, onderste 2, over de pion heen, naar voren. Links, gaan we nu naar links. Pakken deze 2 elastiekjes, gaan over de pion heen. Hier zo, naar het midden. Dat doen we aan de andere kant ook. Zo. Die steek erin. Pak het bruine bandje. Trek hem
doorheen. Ga ik zo naar de voorkant. Bij de elastiekjes op mijn haak. Achterste over de voorste en over mijn haak heen. Trek daarna alles goed even aan. Nu kun je gewoon de vis afhalen. Ik doe dat even met de achterkant van mijn metalen haak. En als het lukt, kan je het ook een beetje vers doen. Mijn kolenflesje is net van de loom afgekomen. Het zijn elastiekjes, dus we moeten ze even in vorm brengen. Nou, een paar duwtjes is al een heel stuk beter. Zo. Trek je knoopje nog een beetje aan. En ik wil het knoopje graag even wegwerken. Dus dat doe ik aan de achterkant. Ik vind dit de mooiste kant, dus ik wil hem aan de andere kant wegwerken. Dus ga naar de andere kant. Steek ergens in. Pak dat elastiekje, zet hem op je haak. En trek hem er doorheen. Zo, er doorheen. Haal hem er dan af. Steek dan ergens anders in. Zo. Pak het lusje weer. Zet hem op je haak. En ja, trek hem dan hier doorheen. Zo, dat hij mooi weggewerkt is. En ja, je colaflesje is nu af. Wil je onderin het nog een beetje netjes doen. Deze elastieken zijn erg uitstekerig. Beetje mooi, beetje recht trekken. En nou, ik vind het nu wel mooi. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!